Woensdagmiddag is bij verzekeringsmaatschappij Interpolis aan de Spoorlaan in Tilburg een grote hulp. Voor bedrijfshulpverlening wordt meestal alleen theoretisch geoefend. Het is een heel ander verhaal om het ook in de praktijk te doen. Omdat er, als er iets gebeurt, in ieder geval de mensen voorbereid zijn op een incident. En dat kun je alleen maar door zo realistisch mogelijk te oefenen. Echte situaties met lotussen, die dus het ongeval echt uitbeelden met alle letsels erbij die erbij horen. Het werd de bedrijfshulpverleners niet gemakkelijk gemaakt. Er werd een fietser aangereden, een man geëlektrocuteerd en raakte een slachtoffer volledig in paniek. Pascal, hey man, kom, wat is er nou? Maar wat doen de bedrijfshulpverleners eigenlijk? BHV'ers zorgen voor een ontruiming indien nodig. En slachtofferhulp, de eerste hulp, de eerste brandjes die er geblust moeten worden voordat professionele hulp binnenkomt. Maar ik kan me voorstellen dat sommige dingen echt wel te gevaarlijk zijn voor hen. Als ze te gevaarlijk worden, dat weten ze. Les 1 is, denk aan je eigen veiligheid. Dus als het te gevaarlijk gaat worden, dan zullen ze altijd moeten wachten op professionele hulp. Alle 2500 medewerkers van Interpolis kunnen weer met een gerust hart aan het werk. De oefening is vlekkeloos verlopen.